Frank, de schok van de politieke aardverschuiving die dreunt vanochtend nog na. Want we hebben het hier dagenlang over die driestrijd gehad. Hè. Wordt het Dylan, Frans of toch Geert Wilders? Nou, inmiddels weten we meer. Het is groot feest bij de partij van Geert Wilders. 35 zetels. Toen nog 35, inmiddels 37 zetels. Jarenlang was het Geert Wilders die het hardst op de trom sloeg tegen regeringsbeleid van dat kabinet. En nu, vanochtend, kijken we toch vooral ook naar hoe die zelf gaat proberen om zo'n mogelijk kabinet te vormen. Een coalitie op zijn minst. Dat zal toch nog niet meevallen. Alles achter hem ligt zo ongeveer aan diggelen op een aantal stijgers na. NSC en Partij van de Arbeid GroenLinks. Die staan toch nog niet per se te springen om onder Wilders 1 te gaan dienen. Eens kijken hoe hij daar zelf over denkt. De campagne is nu geweest. De kiezer heeft nu gesproken. En de kiezer heeft, denk ik, een heel helder signaal gegeven. En het zou totaal onacceptabel zijn. En de kiezer zou het ook niet begrijpen als die PVV als grote winnaar buitenspel zou worden gezet. Dus ik ga ervan uit dat we nu in staat zijn, alle partijen, ook de mijne, om te zoeken niet naar verschillen, maar naar overeenkomsten. En dat we met die overeenkomsten gaan kijken of wij een kabinet kunnen vormen om die hoop van zoveel mensen, om daaraan tegemoet te komen. Dat is het enige wat nu kan. Dat is ook wat de mensen van ons verwachten. En daar moet je redelijk voor zijn. Daar moet je voor over je schaduw heen springen. Maar het moet wel gebeuren. En dat is waar ik mijn best voor ga doen.